Yes. Stop! Wat? Politie! Afstappen! Afstappen! Oké. Nu! Heel goed. Zo, meneertje. En wat zijn wij hier allemaal wel niet aan het doen? Nou ja, ik zit midden in een wedstrijd. Meneertje zit midden in een wedstrijd. En is dat heel toevallig een wedstrijdje? Wie kan hier het meest levensgevaarlijk fietsen? Nee, ik doe een freestyle BMX'en. Oh? Ik zie u anders al de hele tijd de meest levensgevaarlijke capriolen uithalen. Ja, wat ik zeg, dat hoort bij freestyle BMX'en. Is dat uw fiets? Ja. Beetje klein, hè? Ik moet toch licht en wendbaar zijn? Is dat zo? Volgens mij is er iets heel anders aan de hand. Wat dan? Dit is een kinderfiets. U bent een volwassen man. U heeft die fiets gestolen van een klein jongetje. Ach joh, wat een onzin. Een klein jongetje dat nu huilend thuis bij zijn ouders op de bank zit omdat zijn nieuwe mooie favoriete crossfietsje die hij net voor zijn verjaardag had gekregen is gestolen. U bent een gewetenloze crimineel. Nee, kijk, er staat een nummer op mijn fiets. Datzelfde nummer dat zit op mijn t-shirt. Het is een wedstrijd. Daar zit de jury. Nou, vooruit. Ja, mag ik gaan? Ja. Top, dank je. Maar u krijgt nog wel een bekeuring. Een bekeuring? Jazeker. U voert geen werkend voor- en achterlicht. U heeft geen bel of klaxon. En u heeft maar één werkende rem. Nou, meneer, dat komt dan op een hele slordige €225. €225? En doen we de volgende keer een beetje voorzichtig. En een prettige dag nog. Oh, de jeugd van tegenwoordig. Geen idee waar ze allemaal mee bezig zijn.